landen met een onhoudbare schuldpositie, die hebben hulp gekregen. Je hebt noodleningen, reddingsfondsen, schuldverlichtingen, die werden, wezen het met de nodige moeite, werden die in stelling gebracht, maar hebben effectief wel enkele landen behoed van een worst case scenario. Maar in ruil hebben die landen natuurlijk ook grondig moeten saneren, moeten hervormen, moeten investeren. Een strategie die onder andere door DPS geregeld onder vuur wordt genomen. Want anders zouden ze misschien hetzelfde moeten doen in België. Vandaar dat ze die voorbeelden elders onder vuur nemen. DPS keurt mee die verstrengde begrotingsregels, keurt die mee goed om vervolgens uit te halen wanneer men die regels ook effectief gaat toepassen. We zijn nu toe aan de laatste etappe in de lange weg naar het congres toe. Wij laten ons opnieuw inspireren, ik zeg altijd bevruchten, maar dat wordt soms verkeerd begrepen. Maar inspireren door sprekers, experten uit binnen- en buitenland. Dat hebben we nu ook vandaag weer gedaan met onder andere meneer Reed, een van de architecten van het economisch succesverhaal eigenlijk, de economische remote van Canada. Maar anderzijds hebben we ook mensen van VOCA, Itinera, van Agfa Gevaert en nog enkele andere experten die ons hier hebben uitgelegd wat wij zouden kunnen leren voor de Belgische situatie. Want uiteindelijk, Canada is een groot land, België is iets kleiner, maar de problemen van België zijn veel groter dan die van Canada. Minder belastingen, minder overheidsuitgaven. Dat zijn onze recepten, dat zijn N-VA-recepten. En sinds het aantreden van Elio Di Rupo hebben nogthans, en zelfs sinds de start van de crisis, hebben nogthans net de tegenovergestelde recepten gekregen. We hebben een stijging van de overheidsuitgaven en een stijging van de belastingen. En als Elio Di Rupo dan in een volle aula in Gent gaat zeggen, goh, dat is allemaal niet erg, want meer belastingen, dat is meer welvaart. Dan moeten wij toch zowat het meest welvarende land van de wereld zijn vandaag. Net vandaag is er die studie van VOCA die bewijst dat uiteindelijk wij veel belastingen betalen, maar dat we daar weinig voor terugkrijgen. En eigenlijk is dat heel eenvoudig. Als je ziet, dus de slechtste investering die je eigenlijk als burger kan doen, dat is deze investering. Want dit wil zeggen dat je veel moet betalen, veel belastingen moet betalen. En in ruil krijg je heel weinig diensten, heel weinig welvaart en heel weinig welzijn. Maar dat moet veranderen. Als je belastingen betaalt, dan moet je ervoor zorgen ook als overheid dat je de burger die belastingen betaalt, dat die ook goede diensten krijgt, goed welzijn, goede pensioenen. Dat is essentieel. Een schuldencrisis, die los je niet op door extra schulden te maken, maar door te saneren. En dat betekent effectief, dat betekent besparen. Maar gelijktijdig ook betekent dat hervormen. En investeren in de juiste zaken, in infrastructuur, in onderwijs, in onderzoek, innovatie, in infrastructuur. Onze schuldgraad is opnieuw boven de 100% van het bruto binnenlands product gestegen. Daarmee verbreken we voor de zoveelste keer een afspraak met Europa. De Belgische economie groeit inderdaad 0,2% in het eerste kwartaal van dit jaar. Dat is, beste vrienden, minder dan een derde van de prestatie van Duitsland in dezelfde periode. Vroeger liep de Belgische economie voorop als het ging over economisch herstel in Europa. Vandaag moeten we klaarblijkelijk die rol lossen. En als die trend bevestigd wordt, dan is dat een bijzonder kwalijke evolutie. En dan zwijgen we nog over het record aantal faillissementen, het gebrek aan nieuwe starters, de stijgende werkloosheid, de dalende investeringen en de niet aflatende toename van onze loonkostenhandicap. Gisteren kwam nog in het nieuws dat het aantal startende ondernemingen in Vlaanderen schrikbarend is gedaald. Een daling van bijna 10% dit jaar alleen al. En meer dan 3500 bedrijven gingen er failliet. En dan zijn er toch steeds mensen die blijven beweren dat wij een topperformer zijn. En dat wij de crisis beter doorstaan dan wie dan ook. Ondertussen zien we echter wel dat de uitgaven van de federale overheid en de sociale zekerheid volgend jaar 11,6 miljard hoger zullen liggen dan in 2011. Als je aan de ene kant een begrotingstekort hebt dat slechts licht terugloopt en aan de andere zijde een sterke stijging van de overheidsuitgaven, dat kan dat wiskundig maar één ding bewijzen. Of één ding, dus kan dat maar wiskundig verklaren. De belastingen zijn gigantisch toegenomen.
Want in tegenstelling tot de besparingen van de regering De Rupo, vinden we daar wel bewijzen van. De overheid roomt nu ongeveer 51% van de jaarlijkse totale economische productie af. Dat is een stijging met ruim 2 procentpunt onder de ploeg van De Rupo. En hoe heeft men dat in godsnaam klaargespeeld? Wel, ik geef u een bloemlezing die waarschijnlijk niet volledig zal zijn, maar toch al een goed idee zal geven. Het tarief van de roerende voorheffing, de prijs en de aftrek van de dienstenchecks, de aftrek voor pensioensparen, de aftrek voor energiebesparende investeringen, de aftrek voor kinderopvang, de beurstaks, de bedrijfswagens, BTW op advocaten, BTW op notarissen, BTW op betaaltelevisie, nogmaals de beurstaks, levensverzekering, de notionele interestaftrek, de liquidatiebonus en natuurlijk de evergreen van elke begrotingscontrole, de accijnzen. De regering De Rupo kent een grenzeloze creativiteit als het aankomt op een zoektocht naar nieuwe belastingsmiddelen. Al wie werkt, wie spaart en onderneemt in dit land, moet eraan geloven. Dit moet ophouden. We worden in dit land kapot belast. Deze week durfde premier De Rupo het nog aan te beweren dat hoge belastingen leiden tot hogere welvaart. Ik zeg u hier klaar en duidelijk, dat is onzin. We moeten onze welvaart verdelen, maar dat betekent wel eerst dat we onze welvaart moeten creëren. En dat doet men niet door belastingen te heffen. Dat doet men door ondernemerschap aan te moedigen. Dat doet men door werklonen te maken. En dat doet men door mensen aan te moedigen om te investeren. Als we ooit onze concurrentiekracht willen terugwinnen, investeringen binnenhalen en ons voorbereiden op de kosten van de vergrijzing, dan moeten we een ander pad volgen. We moeten lessen trekken uit het Canadese voorbeeld. Dat betekent het begrotingstekort terugdringen, dat betekent schuld afbouwen, dat betekent het staatsapparaat afslanken en dat betekent lasten verlagen. De voorbije week hebben we dat in de verf gezet door de verhoging van het tarief op de liquidatiebonus van 10% naar 15% onder de aandacht te brengen. De regering De Rupo verkoopt dit als een belastingsvereenvoudiging. Maar dit is niets anders dan een platte en schandalige belastingsverhoging. 30.000 ondernemers en kleine zelfstandigen hebben wij daarvoor persoonlijk aangeschreven. Wat is dat eigenlijk, die liquidatiebonus? Dat is dat kleine zelfstandigen, bakkers, slagers, elektriciëns, metselaars en zo verder, eigenlijk binnen een vennootschap door het opsparen van winsten een stukje aan pensioensparen doen. Op het einde van hun carrière, als zij verkiezen om hun vennootschap te vereffenen, dient over het saldo, zeg maar, nadat alle schulden betaald zijn, een stuk belastingen betaald te worden. Dat was 10% en die groep heeft dat nu overnacht eigenlijk verhoogd naar 25%, hetgeen 2,5 keer zoveel is. Stel u zich voor dat u gespaard heeft voor uw pensioen en ineens verneemt u, wel, de regering heeft beslist dat nu een kwart van uw spaargeld eigenlijk het onzin is. Ik ga hierover mijn verontwaardiging niet onder stoelen of banken steken. En dit is, dames en heren, een regelrechte schande. We hebben aan de ondernemers beloofd in onze brief deze week dat wij de regeling rond de liquidatiebonus met alle mogelijke middelen zouden aanvechten. En dat zullen we ook doen. Indien de kiezer ons in 2014 een duidelijk mandaat geeft, dan zullen wij deze maatregel terugschroeven. Maar dat is niet voldoende. Ik denk dat de ondernemers zo lang niet kunnen wachten. Er moet nu iets gebeuren. En daarom zullen wij met dit dossier naar het grondwettelijk hof trekken om deze regeling te laten vernietigen. Na onze brief hebben we talloze reacties gekregen van ondernemers die ons willen steunen. Ondernemers die samen met ons naar het grondwettelijk hof willen trekken. We zullen samen met de kleine zelfstandigen en ondernemers klacht neerleggen aan deze jobdodende pestbelasting aanvechten. Samen willen wij de verandering brengen die onze economie en onze arbeidsmarkt nodig heeft. En samen zeggen wij tegen deze belastingsregering: genoeg is genoeg. Ik dank u.